Goedemorgen en ieder hier in de kerk, maar ook alle jongeren, ouderen en gasten die verbonden zijn via onze livestream of later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezingen zijn uit Job 31, vanaf vers 31 tot en met Job 32, vers 4. En uit Job 37, vanaf vers 16 tot en met Job 38, vers 5. Het thema van de preek is strijden om recht. Mededelingen namens de kerkenraad. Geluidsprobleem. Vorige week was er een storing in het geluid op de kerkradio en YouTube-uitzending. Hieraan is afgelopen week hard gewerkt door de CVB om dit op te lossen. Het is gelukt de storing te verhelpen, maar door een andere opgelopen technische storing zijn er mogelijk toch nog verstoringen in het geluid. Onze excuses daarvoor, we werken aan een oplossing. Huwelijksafkondiging. Op zaterdag 21 oktober hopen Matthias Petri en Joanne Rustenhoven, Dijkstraat 132A, te Veenendaalwijk 8, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 13:30 in de hervormde kerk van Scherpenzeel aan het kerkplein 191. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres wordt van de Weerterf 6, 3907. Marinus Dirk in Veenendaal, wijk 4. Wijkoverleg. Dinsdag 10 oktober is er het jaarlijks wijkoverleg met de wijkpredikant dominee Van der Ree en de beide wijkwerk betrokkenen personen voor de wijken 3 en 4. Om 7 uur voor wijk 4 en om 8 uur voor wijk 3. Collecten. De fysieke collecte die gehouden wordt in de dienst zal bestemd zijn voor jeugdwerk en jeugdpastoraat. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Wij vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 119, de versen 1 en 4. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaan we verder met onze serie over Job. En Job die blijkt oprecht te zijn. Hij geeft aan, ik ben oprecht. En dat woord kom je verschillende keren tegen in de psalmen die we hebben gezongen, maar ook gaan zingen. Net zongen we het al. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer. En nu ook met psalm 26, vers 3 en vers 6. De vierde regel van vers 3. Ik houd oprecht van handel. Psalm 26, vers 3 en 6. We luisteren samen naar de 10 geboden die de Heer ons gegeven heeft. En vervolgens zingen we, ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 3 en ook vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen.
Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
mogen in ons gebed tot God gaan. We zullen ook een aantal mensen in het bijzonder aan de Heer opdragen. Zo ook zuster Takken van de Vijgendam 201. Dat ze afgelopen vrijdag een darmoperatie ondergaan heeft vanwege darmkanker. En een deel van de darmen is daarbij verwijderd. De ingreep is geslaagd en ze zal nog een paar dagen in het ZGV moeten blijven voor herstel. We denken ook aan broeder Schuurman van de Weverij 38. Afgelopen maandag heeft hij de ingreep ondergaan aan zijn aorta. De ingreep was zwaarder dan gedacht, nog zwaarder dus, maar is geslaagd. En ons broeder is een periode in slaap gehouden omdat hij veel vocht en lucht bij zich had en heeft en het lichaam dit nog niet zo goed kon afvoeren. Op dit moment is er geen zuurstofondersteuning meer nodig en gaat hij voorzichtig vooruit. Hij ligt nog wel op de IC. We zullen samen ook bidden voor Henk en Dita Simons van de Veenendaalse weg 45 in de Klomp. Want afgelopen donderdag de moeder van Dita overleden en in de leeftijd van 89 jaar. De aankomende week zal de begrafenis plaatsvinden. En we denken dan ook aan de familie Martial van de Baronessenlaan 6. En familie Simons van de Rens Woudensweg 7 uit Ederveen. Dat is ook de oma van Edwin en Linda. We zullen samen ook bidden voor Ineke Ebbers. Westersingel 25-1. Want zij is opgenomen in Bos en Duin. Vanwege psychische en lichamelijke zorgen. Zullen we samen tot de Here gaan. Machtige Heere, hemelse Vader, u die ons kent, u die ons doorgrondt, u die ons vanmorgen ziet, ja, tot diep in ons hart kan kijken. We naderen ons gezamenlijke gebed tot u. Het mocht in de stilte al tot u komen. Waarschijnlijk was er vanmorgen ook al een gebed bij het opstaan of aan tafel. Maar nu, Heere, gezamenlijk als gemeente van u, als deel van uw kudde wereldwijd, zoeken wij uw aangezicht, omdat wij dat nodig hebben, Heere. Omdat wij in dit leven, wat toch soms zo onrustig is, waarin we zo kwetsbaar zijn, niet zonder u kunnen. En uw nabijheid, uw trouwe zorg en uw genade nodig hebben. Heere, wij vragen u dan om dat. Om uw trouwe zorg, om de vulling van uw belofte. Wees in ons midden vanmorgen. Schenk ons uw geest. En werk dan ook alstublieft met uw geest in onze harten. U weet, Heere, hoe oprecht we zijn. We danken u dat we oprecht bij u mogen komen, omdat u al alles van ons weet. Dat we oprecht onze zonden mogen belijden. Wat niet goed was, Heere. We belijden het voor u. Neemt u het genadig weg. Bij u is toch vergeving, Heere. We mogen ook oprecht tot u komen. Met onze dank voor al het goede van afgelopen week. Voor alle zegeningen over ons leven. Voor uw nabijheid. Voor uw kracht. Voor uw woord. En dat u nooit loslaat het werk wat uw hand begon. We danken u, Heere, dat u zelf zo oprecht bent. En zuiver. Eerlijk. Vol majesteit en glorie. Dat we echt op u aan kunnen, Heere. Dat als u ja zegt, dat het echt ja is. Dat als u nee zegt, dat het ook echt nee is. We danken u dat u zich zo openbaart aan ons. En dat u zich zo ook laat kennen in het leven. We vragen u, Heer, om een goede dienst. Een ongestoorde dienst. Een dienst waarin we mogen merken dat u spreekt. Breng mensen tot geloof. Help ons in twijfels. Zegen ons in onze vragen. Help ons om te begrijpen wat uw woord zegt als we zo een stuk gaan lezen uit het boek Job. Heer, het is niet altijd makkelijk om dat te lezen. Maar wilt u helpen om het te begrijpen? Zegen de verkondiging, Heer. Geef een goede stem om te spreken. Zegent u ook degenen die op afstand verbonden zijn. Heer, vorige week was de verbinding slecht. Er is aan gewerkt en we hopen, Heer, van harte dat dat nu anders is. Geef dan ook uw zegen thuis. Zegen uw woord, zegen de gebeden. Zegen onze gaven die we afzonderen voor uw dienst. Ja, Heere, wij vragen u dat. Omdat u toch ook zoveel te geven hebt. We willen u in het bijzonder ook danken voor de geslaagde ingreep van zuster Takken. Dank u wel dat de ingreep kon plaatsvinden. Dat ze hier doorheen gekomen is. Heere, als er een
aantal darmen, of een stuk van de darmen verwijderd is, dan is het toch ook heel aangrijpend. Het lichaam moet herstellen. Wees u bij haar. Geef haar een goed herstel. Zegent u haar en haar man. Omring hen met uw liefde en genade. Geef ze kracht. En geef het onze zuster mag merken dat die kracht keer op keer meer wordt. En dat ze weer naar huis mag over een poosje. Heer onze God, wij danken u hartelijk voor de geslaagde ingreep van broeder Schuurman. Heer, 8 uur heeft hij op de operatietafel gelegen. Er moest meer gebeuren dan gedacht. We danken u dat dat plaats kon vinden. We danken u voor de goede zorg die er is in het ziekenhuis. En tegelijk, Heer, het is nog steeds spannend. U heeft hem deze eerste week doorgeholpen. Nog steeds ligt hij op de IC, heeft hij veel zorg nodig. We vragen u, Heer, wilt u medicatie zegenen? En wilt u onze broeder zo laten herstellen? Nieuwe levenskracht geven. Stapje vooruit laten gaan. Zegent u hem zo samen met zijn vrouw, met de kinderen. En geef dat zij uw trouw mogen opmerken in hun leven. Heren, een zekerheid die we hebben in het leven is dat er een einde aankomt. En zo hebben Henk en Ditta dat afgelopen week ook ervaren en gezien toen de moeder van Ditta overleden is. Ze mocht 89 worden. We danken u voor wie ze was in het leven. We danken u voor haar vooruitzicht. Voor de hoop en troost die ze vond bij u. Dan wilt u ook nabij zijn komende week. De begrafenis zal plaatsvinden. Zal Henk en Ditta samen met de kinderen, de kleinkinderen, verdere familie bij geopende groeven zullen staan. Wees dan ook bij de familie Martial, familie Simons. We dragen ze van harte aan u op. En verheerlijk ook uw naam. Ook in de hele uitvaart en de begrafenis. Heer, we bidden u vanmorgen voor zuster Ineke Ebbers. U weet, Heer, dat ze opgenomen is. Dat ze opgenomen moest worden in Bos en Duin. Heer, er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. Veel gebeurd in haar leven. Het leven is niet altijd makkelijk. Wilt u dan bij haar zijn? Haar kracht geven in de lichamelijke zorgen, in de psychische moeite. En we dragen haar zo van harte aan u op. Wees u ook bij andere heren die we vanmorgen niet in het bijzonder noemen. Maar die lichamelijk problemen hebben. Die zorgen hebben. Vanwege psychische aandoeningen. Die het leven soms zwaar vinden. Ontferm u over ons als het gezin en de zorg daarvoor zwaar valt. Als we een lege plek ervaren in ons gezin, in ons huwelijk. Als een verwijdering is gekomen of als we een geliefde moesten begraven. Zegen ons, Heren. Als het soms zwaar is. We moeten lijden als Job. Heren, dan bidden we u zo voor onszelf als gemeente. De uitbreiding van uw koninkrijk. Het krachtige werk van uw geest. We bidden u ook, Heren, voor de samenleving om ons heen. Want Heren, wat speelt er weer veel. De oorlog in Oekraïne die maar langer en langer duurt. Die aanval van Hamas op Israël en de vergelding die Israël daar weer op gegeven heeft. En Heren, zo zijn er nog veel meer landen. De crisis in Afghanistan. De verwoestingen in Jemen. Het voortdurende geweld in Congo. De droogte in Somalië. De lijst is lang, Heren. We kunnen nog veel aan toevoegen. We bidden u, Heren, om uw ontferming. Ontferm u, Heren. Ontferm u. Toon uw genade. Geef vrede, Heren. Geef vrede. Want de wereld wil slechts strijd. En de duivel geniet ervan. Heren, u weet dat de duivel probeert om het geweld en alle problemen in onze levens te gebruiken om ons bij u vandaan te trekken. U bent sterker dan het geweld. U bent machtiger dan de storm. Wilt u dan het kwade verbreken, verandering geven en in ieder geval uw kerk, deze wereld, niet loslaten? Zegen zo ons, Heer, als we samengekomen zijn, verheerlijk uw naam. Wij vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, je ziet het al, hè? Ik heb de kinderbijbel weer meegenomen. Ik heb het plaatje wel eens een keer eerder laten zien. Er zit iemand op die puinhoop. Wie weet ook alweer nog hoe die heet. Hoe heet die man op die puinhoop ook alweer? Met die plekken op zijn, op zijn lichaam. Wie was dat nou ook alweer? Er zijn verschillende die het weten. Ja, zeg het maar.
Job, heel goed. Job die zit op de puinhoop. Hè. Hij is alles kwijtgeraakt. Heeft het ontzettend moeilijk lichamelijk. En in het gedeelte wat we gaan lezen, gaan we zien dat hij iets doet. Kijk maar. Hij gaat bidden. Zie je het plaatje? Hij gaat bidden tot God. Hij roept tot God. Heere God, waarom overkomt mij dit nu? En zijn vrienden zeggen, ja, dat komt omdat je zonde gedaan hebt, Job. Maar Job die zegt, ik ben onschuldig. Heb ik niet gedaan. Misschien heb je ook wel eens zoiets meegemaakt thuis. Dat iemand tegen je zei of op school, jij hebt dat snoepje gepikt. Of jij hebt dat kapot gemaakt. En dat je zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik ben onschuldig. Nou, zo zegt Job het ook. Heere, ik kom tot u. De mensen zeggen dat ik schuldig ben, maar ik ben toch helemaal niet schuldig. En het beste wat je kan doen, is dus naar God gaan. Want God die gaat aan hem verschijnen. Op een hele aparte manier. In een storm. Ook daar gaan we voor lezen. Zullen we samen het woord van God openen. In Job. We lezen een aantal stukjes uit 4 hoofdstukken. We beginnen in Job 31, vers 31. We lezen door tot met 32, vers 4. Daarna gaan we naar Job 37 en lezen we vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 38, vers 5. Als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we Psalm 15, vers 1 en 2. Wie mag er bij God komen? Wie mag er verkeren bij hem? Vraagt de psalm. En dan is het antwoord, die in zijn wandel zich oprecht. En dan wat er verder volgt, Psalm 15, vers 1 en 2. Leest u mee, Job 31, vanaf vers 31. Als de mensen van mijn tent niet hebben gezegd, wie werd er niet verzadigd van zijn vlees? De vreemdeling overnachtte niet op de straat. Ik opende mijn deuren voor de reiziger. Als ik, zoals Adam, ooit mijn overtreding bedekt heb, door mijn ongerechtigheid in mijn binnenste te verbergen, dat ik bevreesd was voor een grote menigte en de verachting van de geslachten mij ontsteld zou doen raken, zodat ik zweeg en de deur niet uitging. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden en laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekendmaken. Als een vorst zou ik tot hem naderen. Als mijn land ooit tegen mij geroepen heeft en zijn voren gezamenlijk hebben geweend. Als ik zijn volle opbrengst gegeten heb zonder geld uit te keren en de ziel van de pachters ervan heb laten zuchten, laat dan in plaats van tarwe distels opkomen. En in plaats van gerst, giftig onkruid. Hier eindigen de woorden van Job. Toen hielden deze 3 mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachiel, de Buziet, uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn 3 vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Tot zover dit gedeelte. Slaan een paar pagina's om. Lezen we de laatste woorden van Elihu. En ook de verschijning van God. God die eindelijk ten tonele komt. Job 37 vanaf vers 16. Maar Elihu zegt, weet je hoe de wolken zweven? Ken je de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Weet je hoe je kleren warm worden als hij de aarde stil maakt vanuit het zuiden? Heb je samen met hem de hemel uitgespannen die vast is als een gegoten spiegel? Maak ons bekend wat wij tegen hem moeten zeggen, want wij kunnen niets voor hem uiteenzetten vanwege de duisternis. Zal het aan hem verteld worden als ik zo spreek? Als iemand dat zegt, zal hij zeker verslonden worden. Nu ziet men het licht niet. Het schijnt in de wolken. Maar als de wind langs gaat, zuivert hij die. Uit het noorden komt goud. Bij God is een ontzagwekkende majesteit.
de Almachtige. Wij kunnen hem niet vinden. Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig. Hij onderdrukt niet. Daarom vrezen de mensen hem. Maar alle eigenwijze van hart ziet hij niet aan. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgod nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft daar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Tot zover Job. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook, hij zal in het goede, niet in nood, onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Psalm 84, vers 4 en ook vers 6, na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is strijden om recht. Strijden om recht. Dan kijken we naar drie dingen. Allereerst naar Jobs oprechtheid, vervolgens naar Elihu's felheid en als derde naar Gods verhevenheid. Jobs oprechtheid. Nou, kijk bijvoorbeeld in hoofdstuk 31, vers 38 tot en met 40.
Maar hij zegt, als mijn land ooit tegen mij geroepen heeft en zijn voren gezamenlijk hebben geweend, als ik zijn volle opbrengst gegeten heb zonder geld uit te keren en de ziel van de pachters ervan heb laten zuchten, laat dan in plaats van tarwe distels opkomen en in plaats van gerst giftig onkruid. Job zegt, ik heb oprecht geleefd. Jobs oprechtheid. Elihu's felheid. Nou, hoofdstuk 32, vers 2 en 3. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachiel de Buziet uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. Elihu's felheid. En dan Gods verhevenheid. 38 vers 1. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm. En zei, dan volgen de woorden van hem. Strijden om recht. Job's oprechtheid, Elihu's felheid, Gods verhevenheid. Ja, gemeente van Christus, u die vanmorgen hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent, 27 dagen achter elkaar zaten ze daar, namen ze hun plek in op de A12 bij Den Haag. Waarschijnlijk wel iets van meegekregen. Daar zaten ze, midden op de snelweg, borden bij zich, leuzen roepend. Sommigen plakten zichzelf vast aan het wegdek. Anderen klommen boven op die borden van de snelweg, gingen daarop zitten. Anderen waren er die hun vingers door putdeksels deden en de vingers aan elkaar lijmden. Ja, hoe kun je dan nog weg? Wat was dat? Waarom deden ze dat? Ze waren daar om een punt duidelijk te maken. En waterkanonnen werden ingezet. Mensen werden opgepakt, maar de dag erna waren er weer. Extinction Rebellion. Ze gingen door. Want ze strijden ergens voor. Ze hebben een mening en ze vinden dat er een punt gemaakt moet worden. Ja, op dit moment is het even rustig. Er is een motie ingediend bij de Tweede Kamer. Ze hebben hun acties opgeschort, ze hebben op pauze gedrukt. Maar als je hun website leest, dan zeggen ze, wij houden het nauwlettend in de gaten. Als de motie niet wordt aangenomen, of het te weinig impact heeft, komen we terug met meer. Wij strijden pas tot het doel behaald is, dat de subsidies stoppen, dat er niet meer gesubsidieerd wordt voor fossiele brandstof. Het gaat me vanmorgen niet om dat punt, niet om de inhoudelijke punt. Wel om iets van die vastberadenheid. Je moet daar maar gaan zitten. De dag nadat mensen met een waterkanon zijn weggespoten, dan moet je het toch echt belangrijk vinden, of niet? Dan ben je toch wel echt vastberaden. Dan wil je toch echt wel dat je punt duidelijk is. Nou, iets van die vastberadenheid zien we ook bij Job. Het gaat hem ergens om. Hij strijdt om recht. Hoofdstukken lang roept hij, kermt hij. Hij wil dat er recht gedaan wordt. Hij zwijgt niet. Maar hij wil dat zijn punt bij God komt. Ja, hij zit in zijn ellende op die puinhoop, op die ashoop. Hij is fel over been, een levende dode. Maar hij legt zich er niet bij neer. En wat zijn vrienden ook zeiden, wat hij ook over zich heen kreeg, hij bleef bij zijn punt. Hij strijdt om recht. Ja, er zijn 3 gespreksronden geweest intussen. Maar het lijkt erop alsof Job er helemaal klaar mee is. Zover, hij komt in die 3e gespreksronde niet meer aan bod. Beeld dat als laatste, hoofdstuk 25, maar 6 regels. En het laatste wat Bildad dan zegt is, de sterveling is maar een maden, Job. Een mensenkind is maar een worm. En het is alsof Job er tegenin gaat. Dit kan niet. Dit mag niet. Het klopt niet. We hebben een vorige keer gezien hoe Job in hoofdstuk 28 in één keer iets over wijsheid zei. Maar je moet het gedeelte wat we gelezen hebben in hoofdstuk 21 met het stuk ervoor zien als een slotpleidooi. Job die valt zijn vrienden in de reden en laat merken, ik wil jullie niet meer horen. Ik richt me tot God. Hij moet horen. En hoofdstuk 31 heeft een groot refrein. Het refrein tussen de regels door.
Ik ben onschuldig. Ik ben onschuldig. Ik ben onschuldig. Het is oneerlijk. Het is oneerlijk. Het is oneerlijk. En Job die stapelt het maar op. Ik ben onschuldig tegenover mijn vrouw en mijn personeel. Ik heb geen andere vrouw begeerd. Ik heb niet gedaan met een slavin wat niet kon. Ik heb mijn personeel netjes betaald. En hij gaat maar door. Ik ben onschuldig tegenover armen en ellendigen. Ik heb armen niet onthouden wat ze nodig hadden. Weduwe, ik gaf hem brood. Ik heb me ontfermd over wezen. Ik ben onschuldig tegenover God, tegenover mijn vijanden, tegenover vreemdelingen. Ik heb geen onrecht gedaan aan God. Ik lachte mijn haters niet uit. De vreemdeling, hij hoefde niet op straat te overnachten. Ik ben onschuldig. En stuk voor stuk is hoofdstuk 31 een opeenstapeling van eetformules. Job zweert, God is mijn getuige. En als het dan toch anders is, zo sluit hij het af, wat we net gelezen hebben, eind hoofdstuk 31. Als ik dan toch lieg, als het dan toch niet klopt, laat dan in plaats van tarwe distels opkomen. En in plaats van gerst, giftig onkruid. Daar heb je dus helemaal niks aan. En dat is het laatste. Hier eindigen de woorden van Job. God, ik wil antwoord van u. Ik ben onschuldig, het is niet eerlijk. En als ik zo wat dieper op die woorden inga, en het voorrecht heb om in het Hebreeuws te kijken wat daar staat, dan staat er toch wat opmerkelijks in dat allerlaatste zinnetje. Hier eindigen de woorden van Job, want dat woordje eindigen, er staat in het Hebreeuws het woordje taam. Zegt u misschien niet zoveel. Maar dat betekent af, compleet, en dat betekent ook oprecht. Dus je zou kunnen vertalen met de woorden van Job zijn oprecht. En wie nog terug kan naar de eerste preek over Job, het eerste hoofdstuk, die weet dan nog dat God tegen Satan zei, zie mijn dienaar Job, er is niemand op de aarde zoals hij, vroom en oprecht, taam, dat woordje staat daar ook. Job was oprecht toen hij in voorspoed leefde. En in al die woorden is hij oprecht. Job is oprecht. En die boodschap komt dus tot ons. Dat je blijkbaar als je Job ziet in zijn voorspoed en in zijn tegenspoed, dat hij oprecht is. Als je oprecht leeft, wil het dus niet zeggen dat je je maar in een hoekje laat duwen door mensen. Als je oprecht leeft, betekent dat dus niet dat je mee moet gaan in een misschien wel te makkelijke oplossing van mensen. Je wil het afschepen. Je kunt blijkbaar oprecht zijn als je zo spreekt tegenover God. En Job zegt, ik ben oprecht. En zo demonstreert hij. Niet vastgeplakt op de A12 vanwege fossiele subsidies, maar op de vuilnisbelt van Us, als een levende dode. Heere God, hier zit ik. En hier is mijn roep tot u. Kom maar met uw aanklacht. Ik ben er klaar voor. Ja, nu wij. Mooi om vanmorgen wat uitleg te krijgen, toch? Om iets te horen over iets waar je waarschijnlijk weinig van weet. Wat moeten wij hiermee? Moeten wij dan ook maar ons vastlijmen? Zo tot God spreken. Wie kan vanmorgen die schoenen van Job vullen? Wie van ons zou vanmorgen durven te zeggen, ik lijk op Job. Ik ben oprecht in mijn voorspoed, maar ook in de tegenspoed. Iemand die schreef hier treffend bij. Als toeschouwer krijg je een wat dubbel gevoel. Aan de ene kant kijk ik stil en verwonderd naar die oprechte Job. Op die ashoop van ellende en pijn. Aan de andere kant is die oprechtheid zo onbereikbaar en onwerkelijk voor mij. Ja, wie kan dat nu zeggen? Wat Job nou gezegd heeft in hoofdstuk 31, vers 35 tot 37. Ik kan voor u verschijnen als een vorst. God, kom maar. Uw aanklacht zal ik dragen op mijn schouder. Als een kroon is het. Ik kom voor u als een vorst.
Ja, beeld dat zijn het wel, als een made, als een worm. Maar ik sta voor u als een vorst. Stevige woorden, zeg. Staat dit in de Bijbel? Ja, Job durft dit te zeggen. Durft hij het ook te zeggen? Ik niet. Ik niet zo. Ik denk dat als God zijn aanklacht tegen mij opschrijft en ik die zie, dan ren ik de staart tussen mijn benen weg. En laat ik ook heel eerlijk wezen, misschien heeft u dat ook wel. Als iemand tegen mij zegt, ja, ik ben oprecht, ik kan wel voor God staan, dan heb ik zo'n gevoel van argwaan. Dan denk ik, ja, ken jij jezelf wel? Weet u wel wie je zelf bent? En we zien het toch bij heel veel mensen gebeuren, die oprecht leken. Afgelopen week iets meegekregen van prins Bernhard. Hij zou geen lid geweest zijn van de NSDAP. Die partijen van Hitler, Adolf Hitler. Hij had gezegd, ik kan met de hand op de Bijbel verklaren. Ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het lidmaatschap betaald. Ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad. Tot vlak voor zijn overlijden beweerde hij dat. En nu is er toch eentje gevonden. En al eerder was het duidelijk dat hij daar wel lid van geweest was. Hij heeft dus gelogen. Hij is dus niet oprecht geweest. Ja, en wij dan? En dan Job. Heeft u ook zo'n gevoel van, hier ben ik? En dat is Job. Job is zo'n buitencategorie dat je denkt, tjonge jonge. Ja, wat moeten wij dan nu mee? Moeten we dat dan zomaar laten? Kijk, je wilt toch niet als die fariseeën zijn, toch? Dat je zegt, ik ben vroom en oprecht. Die fariseeën, de gelijkenis van Jezus. Nou, die tollenaar, gelukkig ben ik niet zoals hem. Want ik ben vroom, ik ben oprecht. Ja, dan weet je allemaal, er zit iets onder. Maar broeders en zusters, bent u dan wel oprecht in het belijden van wat niet goed is? Durft u dan wel oprecht bij God te komen met wat niet zuiver is? Als Job hier zit en zegt, ja, wie zal een reine geven uit een onrein? Hij is echt niet zonder zonde. Maar zegt, Heere, ik sta in mijn recht voor u. Ik ben oprecht voor u. Hoeveel te meer zouden wij, als Job niet afgewezen wordt, als zondaren bij hem mogen komen en zeggen, Heere, hier ben ik. Kijk, Adam en Eva, die verschuilden zich. We mogen komen oprecht. Heer, hier ben ik met wat ik gedaan heb. Hier ben ik in mijn verkeerde gedachten. Echt. Maar dat niet alleen. Want wij streven toch ook naar een oprecht en zuiver geweten. Het is één om oprecht als een zondaar tot Christus te komen. Maar de Heer Jezus zegt dan toch ook, ga heen, zondig niet weer. En Paulus die zegt toch ook in Filippenzen 2, werk aan je zaligheid in het vertrouwen dat God in je werkt. Waarom? Nou, wees onberispelijk en oprecht als kinderen van God. Te midden van een wereld die donker is, mogen jullie zo je licht laten schijnen. Wees onberispelijk. Wees oprecht. Jezus zei toch, wees oprecht als de duiven. Broeders en zusters, staan wij er naar om oprecht te leven? Nee, ik streef vanmorgen niet naar godsdienstig perfectionisme. Of dat je maar net als Job naar God toe gaat en zegt, Heere, ik heb een appeltje met u te schillen. Het klopt niet. Maar wel dit. Oprecht zijn is dat je zonder masker voor God komt. Dat je geen dingen verbergt. En dat je van harte je leven voor hem openlegt. Staat u daarnaar? Of is het misschien zo in onze reformatorische kerk dat wij soms te veel blijven hangen? Ja, maar ik ben toch zondig? En Paulus zegt toch ook, ik ben een ellendig mens. En ik wil het niet wegwuiven. Maar is het dan ook echt oprecht als je dat zegt? Of zijn er hier vanmorgen die zeggen, ja, maar ja, ik kan niet zo zijn als Job. Job is voor mij op afstand en ik ben een zondaar. Maar dat het eigenlijk een excuus is om maar te leven zonder God. Dat het een excuus is om te zeggen, ja, maar daarom ben ik dus niet oprecht. In Filippenzen 2 staat de oproep wel, maar ik? Lijken wij misschien op die ene jongen? Je doet zijn kledingkast open, je denkt, zo, wat een mooie nieuwe kleren.
En vlak daarnaast hangt nog een oud stel. En in plaats van die nieuwe te pakken, trekt hij die oude aan. Die zit zo lekker. En dat je maar in je zeggen, ik ben zondig. In je beseffen, ik red het niet. Dat je dan die oproepen om oprecht te leven, maar naast je neerlegt. Is dat misschien aan de orde? En zouden we niet ook gewoon dankbaar mogen zijn? Dat is in ieder geval iets wat ik mezelf afvraag. Ik liep een keer met een jongen. En die vertelde me, ik ben nu al een jaar vrij van die ene zonde, dominee. En ik zou eigenlijk niet weten welke zonde ik doe. Ja, oké. Okay. Hij kwam heel oprecht over. Heel eerlijk. En natuurlijk kan ik dan denken, ja, als Paulus zelf zegt, ik ellendig mens. Wie is hij dan om te zeggen dat hij nu zonder zonde leeft? Maar tegelijkertijd proefde ik bij hem oprechtheid. Hij wilde echt van harte God dienen. En toen dacht ik, moet ik niet gewoon dankbaar zijn? Dat hier een jongere naast me loopt die zegt, ik leef van harte met de Heer. En ik leef van grote zonde vrij. In oprechtheid. Hem dienend. Zijn er van die jongeren in de kerk vanmorgen? En ouderen? Die zeggen, ja, God geeft me zoveel. Het helpt mij om te leven zonder grote zonde. In oprechtheid kan ik zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik heel dicht bij de Heere moet blijven. Jobs voorbeeld laat zien dat oprechtheid niet af hoeft te hangen van je omstandigheden. Het was in zijn voorspoed, maar het was ook oprecht in zijn tegenspoed. Het schittert op de ashoop van Us. Maar Elihu, die kan er heel slecht mee uit de voeten. Job zwijgt. Hier eindigen zijn woorden. Ja, straks zegt hij nogal iets, maar een betoog komt er niet meer. De brandbrief naar God is verstuurd. Het dringende appel verzonden. Elifas beeld dat zo far ze zwijgen. Maar in één keer is er Elihu. Jongere vriend. Al die tijd was hij er blijkbaar bij. En als een soort tegendemonstrant gaat hij naar Job toe. Spreekt hij. Als een activist. En hij is fel en eenzijdig. Toen ontstak Elihu in woede. Het staat er in die eerste verse. Wel 4 keer. Het is toch wat. Hij is felder en scherper dan ik hem in een eerdere preek heb getypeerd. En hij denkt ook best wel wat van zichzelf. Want vers 6 en 7 van hoofdstuk 32. Ik ben jonger vandaag, hè? Maar jullie zijn stokoud. Daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie mijn gevoelen te vertellen. Ik zei, laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid bekendmaken. Nou, dat klinkt nog best netjes, toch? Ik heb gezwegen, jullie zijn ouder. Dat is toch ook de wijsheid? Maar ja, hij zegt erachteraan, niet de bejaarden hebben de wijsheid en niet de ouden verstaan wat recht is. Daarom zeg ik, luister naar mij. Oké. Komt het u ook wat arrogant over? Ja, ik twijfel niet aan de intenties van Elihu. Zijn naam betekent, mijn God is hij. Je merkt iets van passie, van vuur, van geestdrift. Maar ja, hij is wel heel fel. En Henk Binnendijk, die schreef ook een boekje over Job. En bij dit hoofdstuk schreef hij, ik herken me in Elihu. Zo was ik ook in mijn jeugd. Toen ik als jonge man mocht spreken en de oude Corrie ten Boom mocht na mij spreken, toen kwam ik daar heel hard achter. Toen Corrie ten Boom aan het woord kwam, zei ze, wat heb ik genoten van de woorden van Henk. Zweeg even. En ze zei erachteraan, maar wat was die eenzijdig. Hij zegt, het deed me ontzettend pijn. Maar hij had wel gelijk. Hij zei ook, ik had kritiek op de kerk. En ik uitte dat ook naar een ouderling. En die gaf mij toen het advies om wat voor het jeugdwerk te gaan doen van de kerk, de zondagsschool. Ik had er geen zin in, maar ik ben het gaan doen. En toen heb ik mezelf leren kennen, anderen leren kennen en vooral God leren kennen. En nu hij een boekje schrijft over dit hoofd, over Job, zegt hij, ik herkende dat. Fel, vurig, vol geestdrift, wetend waar je voor gaat. Maar Job zegt, maar hij zegt ook, ja, hoe kun je nu zo praten tegen iemand die zo zwak is?
Dat is toch niet liefdevol? Dat kan toch niet? En dan ook maar de vraag voor ons. Misschien heb je ook wel vuur en passie voor de Heer. Mijn God is Hij. Ik weet mijn Verlosser leeft. Maar dan toch ook de vraag. Ben je dan misschien soms ook wel wat fel? Kritisch? Verzuurd misschien? Zie je dingen die anders moeten? En lijk je dan in je benadering toch ook wat op Elihu? Vol boosheid, woede. Als u zich vanmorgen herkent, bekeer je dan. Elihu die doet iets niet, doe dat wel. Hij praat over God, maar hij praat niet tot God. En hij blijft maar demonstreren bij een man die doodziek is, die tot God gaat. En hij denkt, ik moet het voor hem opnemen. En ik denk dat hier zelfs nog een iets diepere laag in zit. Want als je kijkt naar die naam Elihu, dat is de enige echt Israëlitische naam in het boek. De andere namen zijn meer verwant. En er zit iets in. Want het is toch heel apart dat de meest godsdienstige, de meest gelovige man die getekend wordt zo in het Oude Testament, dat dat Job is. En wat is dat? Dat is een heiden, iemand van buiten Israël. Iemand die je niet vindt bij de tabernakel, niet bij de tempel. En nu is daar hier een Elihu. Volgens uitleggers is de vertegenwoordiger van het volk Israël. En die meent dat hij God moet verdedigen. De meest godsdienstige van allemaal meent dat die heiden, die toch ook die God dient, het anders moet doen. Auw. Zou het toch ook ons kunnen overkomen of niet? Ik als christen, ik als oprechte pnieëllers. En er toch keihard naast zitten. Ja, ik schrok echt toen ik die laatste woorden van Elihu op me in liet werken. In hoofdstuk 37, vers 24. Moet je eens meelezen. Daarom vrezen de mensen hem, God dus. Maar alle eigen wijze van hart ziet hij niet aan. Ziet u wat Elihu hier zegt? Elihu heeft in een aantal hoofdstukken 4 keer achter elkaar gezegd: Job, jij bent eigenwijs, je bent koppig. En indirect zegt hij nu tegen Job: God kijkt niet naar jou, Job. God heeft geen oog voor u. En God kan wel zeggen: roep mij aan. Zoek mij. Kom naar mij. Maar Job, dat geldt niet voor jou. Jij bent te eigenwijs, te koppig. Voor jou is er geen genade. God komt echt niet naar je toe. Zo. Heeft u ook mensen in de omgeving die dat zo tegen u zeggen? Voor jou is er geen genade, hoor. En dat is een Elihu. Een echte gelovige van de kerk. Voor jou niet, hoor. God kijkt niet naar je om. Ik schrik daarvan. Ik hoop niet dat iemand deze woorden gebruikt. Ik hoop niet dat iemand daardoor gekwetst is. En als dat wel zo is, luister vooral door. Want waar is God? God, waar bent u nou? God heeft tot nu toe gezwegen in alle toonaarden. Dat is toch bizar? Wat er allemaal niet geroepen is en gezegd. Ja, wij weten van het eerste stukje dat God met Job, met de Satan spreekt. Maar verder, Job weet niks. En blijkbaar is het dus God die de ruimte geeft om alles maar te zeggen. Dat hij ons niet in de reden valt. Dat hij de ruimte geeft om allemaal maar te zeggen wat je vindt. Dat hij ons dus niet het zwijgen oplegt. Hij geeft de ruimte om ons hart te luchten. Waarom? Zou het misschien kunnen zijn, zodat er geen dingen onuitgesproken blijven? Dat er geen dingen blijven in ons hart die daardoor kunnen gaan zieken? Die toch weer de boventoon kunnen gaan voeren? Zou het kunnen zijn dat God hier wacht tot er echt naar hem geluisterd wordt? Tot er uitgepraat zijn en uitgedacht. Tot 4 keer toe begint Elihu. God wacht. Wacht God misschien met spreken? Omdat wij misschien nog te druk zijn. Zou het kunnen zijn dat God afstand tot ons bewaart? Omdat wij nog veel te veel woorden hebben. Volgens mij
is God aan het luisteren. En wachten tot alles eruit is. Die drie vrienden zijn nu stil, ze hebben alles gezegd. Job is klaar, hij heeft geen woorden meer. En Elihu die heeft ook zijn woorden, zijn zegje gedaan. En nu is alles eruit. En nu komt God. God spreekt blijkbaar niet voor zijn beurt. Maar de laatste beurt ook niet voorbij gaan. En als alles gezegd is, als alles stilvalt, dan komt God. Ja, Gods verhevenheid zien we dan, in derde plaats. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm. Broeders en zusters, de volgende keer gaan we dieper erop in wat God allemaal zegt, maar nu alleen dit stukje. Waarom een storm, jongelui? Waarom doet God dat nou? Denk eens even in. Job de puinhoop. Zo ellendig eraan toe. Zijn vrienden geven hem de volle laag. Elihu die is fel. Is het dan eerlijk van God? Vind jij het fijn dat God dan in een storm komt? Ja, dan moet je eigenlijk ook weten wat een storm nou betekent in de Bijbel. Ja, een storm laat iets zien van Gods macht, van Gods majesteit. Vaak ook iets van oordeel. Jesaja 29, Jeremia 35, Ezechiël 1, Psalm 18. Elia wordt opgehaald in een storm. De storm laat iets zien van hemelse macht. Goddelijk overwicht. Apart toch? Je kent toch waarschijnlijk ook wel de geschiedenis van Elia, die dan door God opgezocht wordt. En dan is God in de suizen van de zachte stilte. Dat zou hier toch passen, toch? Job die zoveel heeft meegemaakt. Dan zou je toch verwachten dat de Heer in zijn goedheid dichtbij komt. En zijn nabijheid toont. Zijn knecht, zijn dienaar. Waarom nou uit de storm? Opmerkelijk. Ja, dat die storm zou komen over Bildad, Zofar en Elifas en Elihu, prima. Maar Job? Ja, dan als ik vers 1 nog een keer goed lees, dan valt me nog iets op. Daarna antwoordde de Heere Job vanuit een storm. Ja, misschien is het u nog niet opgevallen, maar mij viel het wel op. Waarom? Omdat al 36 hoofdstukken lang er niet meer gesproken wordt over Heere. En wie afgelopen donderdag bij beleidenscategorisatie was, die weet, als in het Oude Testament er Heere staat met allemaal hoofdletters, dan is dat dus de God van het verbond. De God die zich aan mensen verbindt. De God die nabij is. En hier zie je dus, God is afwezig geweest. Er wordt alleen maar gesproken over God, over de Almachtige, over tegenstanders. Maar hier komt God, maakt hij als het ware de verbinding. En komt hij ontzettend groot en verheven. In zijn macht en majesteit. Ik vind dat ergens heel opmerkelijk. Blijkbaar wil God dat Job weet en ervaart hoe machtig hij is. En dan zie ik een parallel met iemand anders in de Bijbel. Johannes. Johannes de apostel. De apostel van de liefde. Die stond bij het kruis. Die hoorde bij die drie intieme discipelen. Die komt hem tegen in Openbaring 1. Waarschijnlijk de enige die nog leeft. Een man van een jaar of 90. Verbannen naar Patmos. Op een plek waar hij niet wil zijn. Kan niet doen wat hij wil. Een positie waar hij niet zelf voor gekozen heeft. Op een doodspoor beland. En daar zien we Job. En daar zien we Johannes. Twee mensen die van harte God lief hebben. Hun leven voor hem gegeven hebben. Die hem wilden dienen. En allebei in hun kwetsbaarheid. En allebei verschijnt God. Bij Job in de storm. Maar kijk dan eens bij Johannes. Als God dan verschijnt aan zijn knecht Johannes, die oude man. Hoe doet hij dat? Dan hoort Johannes al eerst een stem. Een stem als een bazuin. Als een shofar, indringend. De aandacht trekkend. Een stem die klinkt als vele wateren. Overstemmend. Als je bij een waterval staat, kun je elkaar niet verstaan, want dat overstemt nou alles. En als Johannes zich dan op Patmos omdraait en kijkt naar die stem, wat ziet hij dan? 7 gouden kandelaren en daartussen iemand als de Zoon des Mensen. En dan verschijnt Jezus
in zijn majesteit. Als de opgestane, de verhevene, de verheerlijkte. Voor majesteit en glorie. En Johannes die beschrijft het. Met de gewaad op de grond. Met de waardigheid van een hoge priester. Een gouden gordel om zijn buik als een overwinnende koning. Zijn hoofd en haar zijn wit als sneeuw. Als een heilige profeet. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Als een scherpe rechter. Johannes beschrijft, zijn voeten zijn als gloeiend koper. Zo heet en heilig is hij. Zijn rechterhand, daar heeft hij de sterren in. Zo machtig is hij. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. En Johannes noemt als laatste zijn gezicht. Zijn gezicht is als de zon in volle kracht. Vol heerlijkheid. Jezus verschijnt aan zijn discipel. In majesteit. En dan staat er dat Johannes zegt, ik viel als dood op de grond. Als een lijk staat er letterlijk. Apart. Dat het God dus wel is. Dat hij je opzoekt. Dat hij zich aan je verbindt. En wat kun je soms de behoefte hebben om als die verloren zoon dichtbij te komen. Maar soms kiest de Heer er blijkbaar voor. Om Here te zijn. Zich aan je te verbinden. In zijn majesteit en glorie. Blijkbaar vindt de Heer het belangrijk. Dat wij beseffen wie hij is. En dat je beseft dat hij in zijn majesteit nog niet afwezig is. En op afstand alleen maar kijkt. Maar dat hij juist in zijn majesteit de Here is. En dat moet Johannes weten. Dat moeten die zeven gemeenten weten. Dat moet Job weten. En dat mogen wij horen. Dat Jezus Christus de leidende borg is. De genadige Here, de zaligmaker. Maar hij is ook de mensenzoon. In volle glorie en majesteit. Hij is de overwinnaar. Hij draagt de zegenkroon. Hij is ontzagwekkend. En broeders en zusters, ik weet niet hoe u moet lijden. Waar u zit in uw geloof. Maar zullen we vanmorgen dan zien. Ook al begrijp je niet. Hij is de Heere. En hij is vol heerlijkheid. En hij strijdt om zijn recht. Echt. Hij heeft het volbracht. En gaat het volbrengen. Ja, we zagen Jobs oprechtheid. Elihu's felheid. Gods verhevenheid tot slot. Begon de preek met de demonstranten op de A12. Zullen we de komende week weer gaan zitten? Ik weet het niet. Ze zijn vastberaden. En je kunt er misschien wel wat bewondering voor hebben. En je kunt ook bewondering hebben voor de vastberadenheid van Job. Je kunt misschien zelfs ook wel wat bewondering hebben voor de vastberadenheid van Elihu. Maar waar ik me nou vanmorgen over verwonder, is over de vastberadenheid van de Here. Die lijkt te zwijgen, maar die er altijd is geweest. Die toch de Here is. En die vastberaden is om zondaren te redden. Die vastberaden is om deze wereld, die brandt, om die naar een volmaaktheid te brengen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. En dat verwondert mij. En dat geeft mij kracht om door te gaan. En dan is de situatie van Job en van ons niet gelijk anders. Maar ik zie hem vanmorgen. En dat geeft mij kracht om door te gaan. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u ons onderwijs geeft uit uw woord. Dat we Job mogen lezen, het op ons af mogen laten komen. En heren, dan weet u of wij oprecht zijn. Oprecht in voorspoed, oprecht als het moeilijk is. En we danken u, heren, als dat lukt. Ze vrij van grote zonden mogen leven. Als we oprecht zijn, onberispelijk, te midden van een krom geslacht. Lichten, te midden van de duisternis. We danken u voor uw werk in onze levens. Dat u dat doet onder ouderen en jongeren. Dat iets van die oprechtheid voor uw aangezicht zichtbaar is. Oprechtheid in het beleiden van zonde. Oprechtheid in onze levenswandel. Vorm ons en kneed ons, heren. Dat wij ook echt oprecht zullen zijn. Heer, u weet dat dat ook spannend is. Als we misschien altijd geleerd hebben, onszelf aangewend hebben om dingen te verbergen. En niet echt oprecht te zijn. Of maar voor 95%. Leert u ons dan om oprecht te zijn voor uw aangezicht. En vergeeft u het ons. We danken u dat u, Heer Jezus, hebt gestreden. En hebt volbracht. En laat ons dan delen in uw gerechtigheid. En heilig voor u staan. Geef dat het in ons leven zichtbaar wordt. Dat wij het niet verwachten van hier en nu. Maar van u de eeuwige. Heren, u weet ook dat we soms mensen om ons heen hebben die fel zijn. Soms jong, onervaren. Zoals Elihu. En heren, ze misschien beschadigd zijn door wat mensen hebben gezegd en gedacht. Vergeef dat. Herstel dat. En vergeef het ze, want ze wisten misschien niet wat ze hebben gedaan. Heren, er kan zoveel mis zijn. U weet het, heren, wij zijn beperkte mensen. Daarom vragen we u om het werk van uw geest. Om uw genade en uw nabijheid en om uw vormende werking ook. Want als ze misschien zelf fel zijn, op ons recht lijken te staan... Heren, geef dan dat wij op een goede manier onze woorden kiezen. Met wijsheid. Heren, als dat lastig is, als iets ons raakt, wilt u ons dan helpen om afstand te nemen en de juiste woorden te kiezen. Dat door ons heen u niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen. Wij danken u, Heren, dat u ons de ruimte geeft om te spreken. Dat alles eruit gegooid mag worden, zoals in het boek Job. En dat u dan verschijnt. Dat u zich dan toont als Heere, de verbondsgod. In uw heerlijkheid en majesteit. Heer, laat dat ons doordringen. Ook als we de zondag verder door mogen. Ook als het leven verder zijn gang heeft. Wij denken soms te klein van u en te afstandelijk. Maar u bent de Heere. U bent heerlijk in uw glorie en majesteit. U wordt aanbeden in de hemel. En wij prijzen uw grote naam, dat u zo bent. En dat u strijdt voor uw recht. En dat doet u, Heren, op uw manier. En we danken u dat het al is geroepen, het is volbracht. We danken u dat er nu gestreden wordt, de geestelijke gewesten. Help ons om staande te blijven. Trek vele, Heren, van het rijk van de duisternis naar het rijk van uw licht. Verheven majesteit. Geef dat er toch velen zijn, die niet hoeven te schrikken als ze eenmaal voor u verschijnen. Maar die u mogen kennen. Heren, helpt u ons ook. Als we misschien het leven verder moeten. Met chronische pijn. Met gevolgen van ziekte. Blijvende ellende. Zoals Job. Troost ons dan. Wees ons nabij. Geef dat we met elkaar. Tot de troon van uw genade mogen gaan. En uw barmhartigheid mogen ontvangen. En geholpen worden op de juiste tijd. Grote God, zie naar ons om. Opdat wij uw naam oprecht en met dankbaarheid nu en tot in eeuwigheid zullen prijzen. In Jezus' naam. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En daarna zingen we Psalm 33, vers 1. Het past oprechten God te loven. Psalm 33, het eerste vers. Thank you.
ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.